Yo de mensen, ik ben net wakker. Het is namelijk ook bijna 7 uur. En om 7:30 moet ik de bus nemen naar mijn treinstation. Ik ben hier lekker aan het genieten van een bijtje met 2 beschuitjes en een lekkere eierenkoek. Ik ga zo mijn spullen inpakken en we gaan naar de Dutch YouTube Gathering. Jij mag lekker niet mee, jij mag lekker niet mee. Nu lekker op Rotterdam Centraal, in de trein aan het wachten tot ik in Utrecht ben. En er is helemaal niemand. Oh, ook hallo Pink. Gezellig dat je er bent. En als het goed is kom ik 8:50 aan. And we will see. Nu bij de Utrechts. En ik ben hier met de Always Compilation. And I'm here with the Always Joost Spelspellen. Goed, in ieder geval, wij zitten hier gewoon te chillen en ik blijkbaar net in de trein zat ik dus in de eerste klas en dat wist ik blijkbaar niet. De klas die ernaast zat, dus de tweede klas, zat helemaal vol. En ik dacht bij mezelf van, why the fuck komt niemand bij me zitten? Ik voel me zo eenzaam. En dan denk ik dus dat ik in de eerste klas zat, maar dat boeide me niks. Ik zat wel lekker te chillen en ik vond het wel lekker rustgevend. Ik heb een boete. Heel veel boetes. Ik ben net al nog een YouTuber tegengekomen, dat is natuurlijk al de FIFA-losophy. Daar loopt hij. Dat is hem, dat is die man daar. Oh die my god. De man van de Bulldog. De man van de Bulldog. Dus wij lopen nu naar de jaarbeurs toe en we zien wel wat daar allemaal gebeurt. Goed, we zijn binnen bij de Dutch YouTube Gathering. Eigenlijk zijn we nog een beetje buiten. Het is hier hartstikke gezellig. Zoals je ziet zijn we met alle coole kijkers hier. Het is een beetje apart hier. En we zien hier altijd compilaties. Wauw. Wat is daar? What? Oh my god, ik zie heel veel mensen. Oh my god. En ik ben ook naar binnen gegaan zonder überhaupt mijn naam te zeggen van wie ik kom. Ze zeiden gewoon van, yo, hoor je bij Joost Jeremy? Ja, oké, je mag ook naar binnen toe. En ik vind hem maar oké, weet je wat, ik loop wel gewoon. En we zullen zien hoe het binnen is. Bling bling motherfucker! Maar we zijn hier lekker aan het lopen en ik zie zitzakken! Zitzakken! Chillings. Ja. Dit is gewoon dikke chillings. Oh. Melvin, Joost. Oh, heel veel mensen, het is best wel druk hier. Er zijn heel veel YouTubers, hartstikke gezellig. We zagen net boven in de VIP-lounge en zo. En het is best wel hard hier. Ba. Melvin, hoe is het Melvin? Goed hoor, met jou Link. Ja, dat loopt goed. Heb je er zin in? Ik heb zin in, ja. Ik ben er net al even geweest, maar het was best wel druk. Ja? En toen ben ik er weggehaald en nu moet ik er weer heen. Maar... Ik ben bang. Hou elkaar zijn hand vast, dan komen we hier altijd doorheen. Waar gaan we doorheen? We zijn binnen. Joost gaat meteen naar de zetten. Goed, ik ben net een aantal kijkers tegengekomen en ik ben 1 trouwe kijker tegengekomen. En die heeft me wat gegeven. Dat ben ik. Joost, jij bent geen trouwe kijker. Jawel. Ik heb dit gekregen. Een necklace. Oh man. Fuck je ass, die ga ik zo meteen omdoen. Don erop met je eten. Don fanboy. Don. Ik voel een pijn. Je bent vernederd, Link.
best een aantal handtekeningen. Ik zit met heel veel mensen. De rij was ongeveer tot daar en de mensen bleven maar komen. Dus ik stond hier een tijdje, iets van een kwartiertje, 20 minuten of zo, zo de handtekeningen uit te delen. En er zijn eindelijk mensen klaar. En er zijn weer twee jongens voor me. Wat doen jullie hier nou? Oké. Deze jongens komen nog aan de beurt. Ga nog even een rondje lopen. Ga ik de boys zoeken, want ik ben helemaal kwijtgeraakt. En we zien het wel. Hallo, zit hij aan? Hallo? Mag ik een beeld? Arm? Schrijf zo. Ik kan niet kijken, man. Het licht, het brandt. Kijk, Joge. Hij staat aan. Goed, in ieder geval, we zijn lekker buiten aan het chillen. Het is best wel zonnig hier. Ah, de zon. Maar we zijn hier gewoon lekker aan het chillen hier met al dit compilation. Met mezelf, met Harm. Met meneer Joost. En natuurlijk altijd meneer Altijd. We zijn even hier aan het chillen, want we willen eventjes bijlichten. Want dat is echt een gek huis uiteindelijk. Jij hebt wel de beelden gezien. Dat was echt niet normaal. Maar ik vind het hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En ik ben nog steeds hartstikke trots op deze supercoole catsing. Heb ik van mijn allergrootste fan gekregen, niet Joost? Ah, oh, tweede grootste fan dan. Hij stak tranen. Tranen! Vroeg me ook iemand. Die vroeg zo, wanneer gaat het dierentuin met tranen open? We zijn eventjes heel erg verveeld, dus wij gaan even een leuke challenge doen. Ja! Oké, we zijn klaar. Go. Die kan ik al maar dat mag al. Ik krijg hier tranen van. Nu bij de meet and greet van Harm, we gaan hier lekker chillen. Ik ben hier samen ook met de enige echte rotjoch en allemaal andere verschillende YouTubers die allemaal klaar zijn voor een speciale challenge. Kijk, die kijkers komen. Staat iemand ervoor? Ga aan de kant, aan de kant, aan de kant. Ja, daar komen ze hoor. Hoppakee. Okay. Even kijken of mensen zijn. Hallo! Kijk, ze in de rij staan heel goed afgericht. Moet je maar goed opletten. 3, 2, 1. Ik heb een fanmeeting gehad en het was echt insane. Er waren ontiegelijk veel mensen. Er waren nog een aantal mensen achter het hek die eigenlijk buiten gesloten werden omdat het voorbij was. Nu gaan we nog eventjes ergens chillen. We gaan dingen doen, weet de fuck niet. Maar het is in ieder geval hartstikke leuk. Ik heb ook. Dit is een lelijke kut crew. Ze hadden me net te stoken. En ik heb dit hele coole, leuke ouwe. Je prikte me zij. Het coole lichter gekregen. Maar ik laat jullie zo meteen allemaal zien wat ik allemaal heb gekregen. En ja, nou, wij meenemen was hartstikke gezellig. Over handtekeningen uitgedeeld, over foto's gemaakt, over selfies en allemaal op de hoogte gestaan. Dat is hartstikke leuk. En ik heb lekker mijn muts weer op en het was hartstikke gezellig. En we zien wat er allemaal weer gaat komen. Ik weet niet hoe laat het is. Het is nu 5:53 en dan gaan we kijken wat er verder op de dag nog gaat gebeuren. En ja! Hallo Matty, zie je er weer sexy uit? Ja. Oh, dit was een grote neus, jongen. We zijn hier nog even met z'n wat heel veel mensen aan de tafel gaan chillen. En we gaan gewoon kijken of zo te even lekker naar McDonald's toe te gaan of ergens te lekker gaan eten. Want het is alweer over 6 uur heen en we allemaal best wel honger. Dus we gaan even kijken om wat lekker te eten. Wat wil jij graag eten, meneer? Broodje saté, komt dit op de tv? Ja, brood met. Ja, gewoon niet filmen, hé. Wow, het is lekker zonnetje en we gaan lekker naar binnen toe, want we hebben swag. Oké, we zitten hier midden in de crib, zijn hier lekker om te eten. Ik weet eigenlijk niet meer of ik een vrachtwagen in ging. Maar we gaan nu eventjes lekker met een crew, gaan we lekker wat eten halen. En ik weet nog niet waar, maar we zien het vanzelf wel. Daar lopen die mannetjes, lopen gewoon weg zonder mij. Gewoon zonder mij. Oh, wacht, laat me inzoomen. Oh, look at that Pascal ass, nice. Ah, wat is dit dan? Goed, in ieder geval, dus ik ben misschien een beetje heel erg donker. Ik ga in ieder geval tegen jullie even zeggen dat ik nu naar huis toe ga. Hey, kijk, lichtje, dat is hartstikke handig. Dankjewel, meneer Enzo. We gaan ook even jouw knol laten zien. Oh mijn god, Enzo knol. Ah! Nou, in ieder geval, bedankt voor het licht, jongens. Ik wil even tegen jullie zeggen, we gaan nog even lekker naar huis toe. Dan ga ik nog lekker even slapen en dan ga ik voor jullie nog even laten zien wat ik allemaal heb gekregen van jullie. En ik heb een aantal dingetjes misschien om te laten lezen, superleuk. En ik ga gewoon laten zien wat ik allemaal voor jullie heb gekregen. Super awesome, man. Ik had echt een hele gezellige dag. Maar dat vertel ik je allemaal zo en ik ga lekker naar huis toe en dan lekker slapen. Yeah.
Milan. Milan hemzelf.